Sinds wanneer ben je bij Utrecht? Sinds wanneer heb je season ticket voor? Vanaf het begin van FC Utrecht en daarvoor bij DOS. Oké. En ik zat altijd aan deze kant. Dit was de marathontribune. Dan had je de zon lekker. Ja. En voordat ik een seizoenkaart had, ging ik als jochie. Had ik gewoon jongenskaartjes. Dus ik ging eigenlijk altijd. Oké, wat jaar was dat? Ik ben begonnen met. Ik denk dat ik een jaar of acht of zoiets was dat ik voor het eerst. Nou, ik ben van 44, dus 52. Ja, en dat was je eerste, wat was je eerste ervaring en eerste herinnering als achtjarig jochie? Dat je echt denkt van oké, dat heb ik altijd onthouden. Nou ja, ik heb het kampioenschap meegemaakt van DOS, ja. Dat ze landskampioen waren. Ja. Dus dat, overigens ben ik toen niet mee geweest. Hè. Dat was een wedstrijd in Nijmegen, ja. om een beslissingswedstrijd. Okay. En dat heb ik voor de radio van luisteren, ben ik niet mee geweest. Ben je niet mee geweest? Nee, nee. En hoe ben je bij Utrecht terechtgekomen? Ik woonde hier vlakbij. En ik ging gewoon als jochie. Alleen? Alleen, ja. Nee, ja. En dan had je had vroeger... een sintelbaan hierom, nee niet een sintelbaan, een wielerbaan omheen. Ja. Daar zat een muur omheen, zo dikke muur met zo'n ronde. En dan achter die muur was een soort goot. Ja. En dan had je een hek. Ja. En ik zat altijd tussen de goot en dat hek in. Dan mocht ik vooraan zitten als klein jochie. En dus ik heb dat, ik ging altijd als klein jochie. Alleen zonder je ouders? Helemaal alleen, helemaal alleen. Ja, en mijn broer ging ook wel eens, maar ik ging eigenlijk bijna iedere wedstrijd. Wie was jouw favoriete speler? All-time, zeg maar, bij nou ja, ik heb straks gezegd Frans de Munnik. Ja. Frans de Munk, de Zwarte Panter. Ja, de Zwarte Panter. Die was bij DOS dan. Dat is een geweldige keeper, super keeper. Dus wat ik er nog bij moet vertellen, we hebben hier zo'n fantastische plek. Ja. Dat ook al presteert Utrecht helemaal niks, wij nemen die kaart gewoon, want ik wil die plek niet kwijt. Ja, dat ging je net zeggen, wat betekent Utrecht voor jou en wat betekent precies dit plekje voor jou? Ja, perfect. Ik bedoel, je kent iedereen, maar afgezien daarvan, wij willen gewoon hier blijven zitten. Ja. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt, hoe ze spelen, hoe slecht dit of hoe goed ze. Plekje. Dit is onze plek. Ja. We zitten met z'n drieën zitten hier. Er zijn er mensen rondom jou die hier ook al. Ja, er zit, iedereen ken je. Dus hier naast mij zit een psychiater bijvoorbeeld. Oké, die heb jij soms nodig of niet? Nee. En voor mij zit, of schuin voor mij zit een bankdirecteur. Oké. En ja, nou, hij is met pensioen. Ze zijn allemaal die psychiater is niet met pensioen, maar die bankdirecteur wel. Ja. En achter mij zit iemand die uit Nijkerk komt iedere keer voor de thuiswedstrijden. Okay. En die werkt nog gewoon. Ja. En ja, dat zijn iedere keer hetzelfde groepje. Dus je geeft elkaar een hand als je komt en je hebt het enorm naar je zin. Tegen jou en al jouw levenservaring, die heb ik nog niet.